liedjes studeren en weet je niet hoe dat je dat gaat doen. Dus uiteindelijk is het een zwemmen of verdrinken situatie. En de meesten onder ons die hiernaar aan het luisteren zijn en die in het hoger onderwijs zitten, die hebben gezwommen en zijn niet verdronken. Alleen er zijn heel veel, en ik weet nog een wiskundeleraar van mij zei in het derde middelbaar, dat is als je 14, 15 jaar bent, kijk eens links en kijk eens rechts en één van de twee of één van jullie drie zal er volgend jaar niet meer bij zijn. En die man had gelijk en ik haat hem daar nog altijd voor dat hij het gezegd heeft. Voor sommigen onder ons betekent het toch wel eventjes verdrinken. Wat je uiteindelijk doet is je ontwikkelt je eigen strategie. Je tracht zelf een manier te vinden om met die hoop leerstof om te gaan. En je tracht ook manieren te vinden om bepaalde stukken te blokken, van buiten te kennen. Bij wiskunde zal je manier meer op het redeneren aankomen en voor zij die Latijnse gedaan hebben, zal het meer van buiten blokken zijn. En richtingen die daartussen liggen, zal je meer het een of meer het ander doen. En de bedoeling is eigenlijk dat als je een andere richting doet, dat je minder dient van het een en minder ook van het ander te doen. Net als het ware dat je in een soort van watervalsysteem terechtkomt. En als je niet meer kan volgen, ga je steeds een andere, een lagere richting doen. Wat natuurlijk lari en bullshit is. Dus van buiten blokken. Ik ga je een aantal technieken leren en voordat we eraan beginnen, dan wil ik nog één ding zeggen. Wat is nu voor mij van buiten blokken? Wel, dat betekent dat je informatie heel sec, heel droog kan opnemen, dat je ze opslaat in je geheugen en dat je ze nadien perfect kan weergeven. Ongeacht of dat je ze begrijpt of niet begrijpt. Het begrijpen van informatie hoort niet hierbij. Het is belangrijk dat je het zo begrepen hebt en alles wat je wilt, alleen van buitenblok betekent ik neem de informatie op, ik slaag ze op in mijn hoofd en ik geef ze gewoon weer. Deze curve toont aan dat als je informatie opgeslagen hebt, de rode lijn helemaal linksboven, dat na verloop van tijd die informatie dat die verdwijnt, dat je die niet meer kan weergeven. En dat je gaat herhalen. De volgende lijn is dat, de groene curve. Vandaag gaan we het niet hebben over het herhalen en de manier waarop. Dat kan op een ander moment behandeld worden. Vandaag wil ik het hebben over dat eerste punt waar die rode lijn begint, waar die curve begint. De hoogte van dat punt, daar wil ik het over hebben. En ik ga straks even op terugkomen, maar de hoogte normaal gezien als je met iets bezig bent en je hebt iets onthouden is ongeveer 10%. En als je goed met je leerstof aan de slag gaat, dan stijgt dat een beetje. De bedoeling is hier dat we 100% halen. Je mag van mij 95% halen, oké, maar lager is niet goed. Dus dat zijn de stappen die we gaan doen. Trachten dat eerste punt zo hoog mogelijk te krijgen. Dat als je gaat herhalen, dat je toch altijd terug zo hoog mogelijk komt en dat je zoveel mogelijk van je leerstof kent. De werking van de zintuigen en het brein. Het eerste moment van leren is eigenlijk je zintuigen die waarnemen, die registreren. En wat registreren die? Wel, heel eenvoudig. Die registreren wat binnenkomt. En voor je ogen betekent dat zien, voor je lichaam betekent dat voelen, voor je oren horen, je hebt nog ruiken en proeven. De zintuigen registreren en deze registratie zijn het zien, voelen, horen, ruiken en proeven, komt binnen en gaat in het brein en wordt daar verwerkt. Dus het is gewoon prikkels die we binnenkrijgen en is ons brein die dat deze prikkels interpreteert en dat noemen we dan leren. We gaan voor het gemak ruiken en proeven weglaten. En de reden is omdat we dat wel gebruiken, maar als we het over leerstof hebben, SEC, wat we op universiteit en hogeschool heel veel gebruiken, heb je niet zozeer je smaak en je geur nodig. Ik kan me voorstellen dat er richtingen zijn. Ik heb bij landbouwwetenschappen nog chemielokaal geweest waar je geur eigenlijk wel belangrijk was. Maar bon, we gaan het zo laten. Dus op het moment dat je geregistreerd hebt, komt het in het brein.